over de weeszaak. Weet jullie allemaal wat de Bodhi-boom is? Vijgenboom of zo? Nee. Ja, dat is de vijgenboom. Oké. De boom die door de Boeddha, waar de Boeddha onder zat. Maar ik moet erbij zeggen dat de Bodhi-boom ook een algemener begrip is. En dat heel veel verschillende bomen Bodhi-bomen zijn geweest. Onder verschillende Boeddha's in de vorige tijdperken, zeg maar. Dus er zijn daar verschillende theorieën over. Maar degene die tegenwoordig, datgene wat we tegenwoordig de Bodhi-boom noemen, is de boom die staat in India. En de plaats waar die tegenwoordig bekend staat als Gaya of Bodh Gaya. En dat is de plaats waar de Boeddha is verlicht, waar hij de verlichting heeft bereikt. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. In het kort zijn er vier belangrijke vieringen in het Thais boeddhisme. Dus de viering van Wesak, de dag van de Boeddha, die in het teken staat van het leven van de Boeddha. En dan dus de Asalaha Pooja, de dag van de leer, van de Dhamma. Het moment dat de Boeddha voor het eerst ging onderwijzen aan zijn eerste leerlingen. Op een formele wijze, echt op een uitgebreide wijze een preek geven, waarin hij uitlegde wat hij had bereikt, waartoe hij was ontwaakt. Dan is er Maghabhuja, dat wordt pas vrij recent gevierd. Dat is de dag van de gemeenschap of de Sangha. Dat is de dag dat de Boeddha zijn gemeenschap bij elkaar riep. En hen vertelde wat de principes zijn van zijn leer. Als het ware een soort van werkvergadering voordat iedereen zijns weegs ging om de Dhamma of de leer van de Boeddha uit te dragen. En dat heeft het dus toe geleid dat dat een heel belangrijke bijeenkomst was met een belangrijke principes. En die principes worden dan herhaald tijdens de Maghabhuja of de Maghabhuja. Katina is de dag van de vrijgevigheid, waarin mensen hun favoriete tempel opzoeken en hun steun betuigen. Het zij financieel, materieel, dan wel als vrijwilliger of gewoon door het te zijn. En de Katina is ook een dag dat de monniken samenwerken om verschillende dingen voor elkaar te krijgen. Traditioneel is dat het samen maken van een monnikspij. En wat dan de hele nacht duurt. Maar dit zijn de vier belangrijke vieringen van het Thais boeddhisme. Daarnaast zijn er wel geboortedagen van leraren en dergelijke. Dat ook belangrijk is. Maar dat is per tempel verschilt dat. Dus vandaag hebben we het over Wesak. Dat is namelijk morgen in de Thaise kalender. Komt van het Pali-woord, het oud-Indische woord Vesaka. De naam van de maand waarin het valt volgens de maandkalender van het oude India. En het wordt in de gehele boeddhistische wereld gevierd. En zoals ik al zei, is dat op verschillende dagen in mei. Omdat in sommige landen wordt het op de nieuwe maan gevierd en niet op de volle maan. En ook in sommige landen wordt het op een bepaalde dag gevierd volgens de zonnekalender. En dan valt het soms op een andere dag in mei. Op Wesak worden in feite drie dingen herdacht. En dan hebben we het over Zuidoost-Azië en Zuid-Azië. Want in Oost-Azië is dat maar één ding. Maar ik zal het eens even uitleggen. Dus in Zuidoost-Azië en Zuid-Azië, dus dan heb je het over Thailand, Sri Lanka, Burma, Myanmar, hebben we eigenlijk drie dingen in onze gedachten die we dus vieren op deze dag. De geboorte van de Boeddha, de verlichting van de Boeddha en het heengaan van de Boeddha. Geboorte van de Boeddha, dat is duidelijk. De verlichting van de Boeddha, dat hij verlicht werd en het ontwaakte van de sluimer van onwetendheid. En het heengaan van de Boeddha, dat wil zeggen dat hij dus de wereld verliet
En dat hij het nirvana, het uiteindelijke nirvana binnenging. Met andere woorden, hij was toen uiteindelijk dood gegaan. Maar hij bereikte dus een hogere toestand tegelijkertijd. En deze drie dingen worden door Zuidoost-Aziaten en Zuid-Aziaten herdacht. Maar in Oost-Aziatische landen, daarentegen, herdenken ze enkel de geboorte van de Boeddha op deze dag. En de verlichting en het heengaan wordt op een andere dag in december gevierd. Meestal in de buurt van december. En dat noemen ze de Bodhidag. En dat is dus een andere... Dus dat zijn dus twee dagen. De geschiedenis van Wesak was al sinds eeuwenlang in gebruik in vele boeddhistische landen, in tegenstelling tot Maghapuja, wat vrij recent is. Maar werd voor het eerst officieel vastgelegd als internationaal beleid om het te vieren op een conferentie van de World Fellowship of Buddhists in 1950 in Sri Lanka, op aandringen van de koning van Nepal. Vandaar ook de spelling, de internationale spelling, is dus niet de spelling zoals die in de oudste teksten wordt gebruikt, maar de spelling van Nepal. Om als het ware eer te doen aan het feit dat de koning van Nepal het heeft begonnen, deze traditie. Dus daarom de spelling Wesak, zonder de H en de A op het einde, zoals het eigenlijk zou moeten. En dat is in mei, dus in elk land ter wereld. Zijn enkele keren heb je een paar landen die het in begin juni vieren, maar dat komt niet vaak voor. En het is dus ook zo gebeurd dat het begon dus in Nepal, omdat dat het geboorteland is van de Boeddha. Dus dat was de logica daarachter. In 1999 werd het erkend door de Verenigde Naties als een viering die wordt gevierd door het personeel van de Verenigde Naties internationaal. Waarmee dus eigenlijk een internationale erkenning is van deze feestdag als een belangrijke viering voor de wereld. Die moet worden erkend door internationale organisaties volgens de Verenigde Naties. In 1983, dat is wel interessant om te noemen, werd het ook erkend als feestdag in Indonesië. Ondanks dat boeddhisten daar een minderheid zijn. Dus in Indonesië is het enige moslimland waar Wesak wordt gevierd. En dat komt dus omdat Wesak wordt verbonden aan het feit dat er heel veel belangrijke boeddhistische monumenten zijn in Indonesië, en als ze het niet een dag voor vrijmaken, dan krijg je dus een hele rare situatie dat op een werkdag allerlei mensen gaan vieren en zo. Dus uiteindelijk is ervoor gekozen. En het geeft ook wel een beetje het multiculturele aspect aan van Indonesië. En natuurlijk is daarnaast is het een feestdag in vrijwel elk boeddhistisch land. Voor zover ik weet is het elk land. Activiteiten zijn, zoals in alle boeddhistische vieringen, recitatie en meditatie essentieel. Lichtviering is er ook. Dus vaak wordt op Wesak ook een lichtviering gevierd. Dat er iets van een processie wordt gedaan met licht. En er zijn in verschillende landen verschillende festivals. Dat is een beetje te veel om nu allemaal uit te leggen. En in feite is het, ja, zoals alle vieringen, komt het neer op drie basisprincipes van het boeddhisme: een goed mens te zijn, een mooi mens te zijn en een waar mens te zijn. Dat is in feite, zitten daar verschillende doelen, ideeën achter. Dus ik kan daar ook nog wel wat over vertellen, maar in principe vieren we op de dag van Wesak, vieren we dat een prins die Siddhartha werd genoemd, dat die op een dag het paleis achterliet en uiteindelijk voor koos om op zoek te gaan naar iets wat voorbij het lijden lag. Net zoals het lijden bestaat, is er dus ook geluk. Net zoals er hitte bestaat en kou, als tegengestelde, moet er dus ook iets zijn wat tegenover het lijden ligt. Dat was de redenering van de Boeddha.
Nou, dat is niet zomaar gegaan. Hij heeft eerst een tijdje gemediteerd met verschillende leraren. En dat was uitwendige meditatie. En hij heeft ook nog een heel lang tijd zichzelf gemarteld. Eigenlijk, om precies te zijn, zelfkastijding beoefend. Als je wel eens van die films ziet of oude foto's waarin christelijke monniken met een soort van zweep zichzelf kastijden als ze ergens naartoe gaan, als ze op een bedevaart zijn, dan is dat een beetje hetzelfde idee. En daar, uiteindelijk raakte de Boeddha daar dus heel mager van, zoals je in dit kunstwerk ziet. En uiteindelijk raakte de Boeddha zo mager daarvan, dat hij dus uiteindelijk heel zwak werd en omviel. En uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat de beste manier om verder te gaan was door de middenweg te volgen. En dat werd niet begrepen door zijn volgelingen in die tijd. En het interessante was dat hij het idee had, omdat hij zich kon herinneren dat hij als kind ooit onder een boom mediteerde. En dat hij heel rustig was en kalm. En hij was toen helemaal niet zichzelf aan het martelen. Maar het was wel een heel mooi moment. En hij vroeg zich af of dat niet het pad was naar de verlichting. En toen besloot hij uiteindelijk, voorzichtig hè, houdt wel de social distancing in stand hè. Maar toen uiteindelijk heeft hij dus voor gekozen om zich meer en meer te gaan richten op de oefening van de geest. Dat werd niet begrepen door zijn trouwe leerlingen in het begin, maar later zijn die wel weer opnieuw naar hem toegegaan, of hij is hen op gaan zoeken. En toen hebben ze uiteindelijk wel begrepen wat hij had gedaan. Toen heeft hij uiteindelijk dus een gelofte gedaan voordat hij de verlichting bereikte. Waarbij hij dus zei van nou, ik ga hier gewoon net zo lang zitten totdat ik iets nieuws heb bereikt. En het einde van het lijden heb bereikt. En anders ga ik hier gewoon dood. En uiteindelijk bereikte hij toen het via de middenweg. He, dus niet jezelf martelen, maar ook niet het materiële leven en het sensuele leven volgen, maar de middenweg, daartussenin, tussen die twee extremen en ook die twee extremen overstijgend. Nou, die middenweg wordt wel gesymboliseerd door een Indiaas snaarinstrument, wat je niet te zacht kunt spannen en ook niet te hard. Als je een snaarinstrument te zacht spant, dus de snaren zijn te zacht, dan krijg je een perwerwel geluid. En als je het dus te hard spant, dan krijg je tik-tik-tik geluid. En in beide gevallen is er geen muziek. En je hebt natuurlijk ook in het spirituele leven muziek nodig, namelijk de muziek van de geest. Dit wordt ook wel gesymboliseerd in onze Dhammakaya-traditie door het midden te gaan. Midden als een belangrijk element van onze Dhammakaya-meditatie. Midden van het midden in jezelf. Of zoals ik wel eens zeg in begeleide meditaties, midden in naar binnen, binnen in het midden. Nou, uiteindelijk, sorry voor de spelfout hier, uiteindelijk ontdekte hij dus dat hij dus iets nieuws had bereikt en hij ontdekte dat hij zijn geest kon veranderen en hij bereikte wat wel in het boeddhisme dus de verlichting wordt genoemd. En het woord verlichting is dus letterlijk ook het woord Boeddha. Dat is hetzelfde woord. Maar Boeddha betekent daarnaast ook ontwaakt. En dat is eigenlijk, zoals sommige taalkundigen, wordt dat wat meer authentieke vertaling gevonden. Maar de meeste taalkundigen vinden het allebei wel correct. En er is ook een oudere betekenis die je in Thailand ook nog wel wordt aangehaald. Namelijk dat de Boeddha betekent die zich opent als een lotus. Die zich opent. Wesak is dus een moment dat we denken aan de verlichting van de Boeddha. Zijn keuzes die hij maakte. Zijn offer dat hij deed om dit uiteindelijk te bereiken. En ook een moment om na te denken over de mentale cultuur, de meditatiebeoefening, die zo belangrijk is
in het boeddhisme. Het is een mooi moment voor inspiratie, voor meditatie, maar ook voor contemplatie. Dus dat was mijn gedachte die ik wilde laten gaan over Wesak vandaag. En ik denk dat Wesak een mooie dag is over na te denken en ook mee te maken. Helaas kunnen we die niet samen in dezelfde ruimte meemaken, maar we kunnen wel aan elkaar denken. En jullie kunnen met ons meedoen via de Facebook Live van Dhammakaya Netherlands. Dus je moet gewoon, dat kun je dus op Facebook terugvinden. En we zullen het natuurlijk ook naderhand nog her en der plaatsen als die opname voltooid is. En zoals ik al zei, je kunt natuurlijk ook thuis dat beoefenen door wat meer aandacht aan meditatie te besteden. Of door in ieder geval even je gedachten te laten gaan naar degene die deze meditatie uiteindelijk heeft ontdekt, namelijk de Boeddha. Dus dat is misschien wel, als het niet te religieus allemaal klinkt en te beladen, is dat denk ik wel een mooie gedachte om mee af te sluiten. En ik denk dat we ons verhaal, wat ik eigenlijk wilde vertellen, dat we dat voor de volgende keer moeten laten. Maar het was al heel snel al verteld hoor. Het was een vrij kort verhaal.